Welkom allemaal bij een nieuw Visdeurbelsjournaal. Ik ben terug in mijn oude vertrouwde omgeving. De vakantie is voorbij, maar ik heb een heerlijke week gehad. Het was ook een heerlijke week, want het weer was prachtig. We hebben veel zon gehad en de temperaturen gaan omhoog. En dat maakt dat we meer vissen zien en ook een hele hoop grote vissen. Blijven kijken dus. Welcome everyone from outside the Netherlands. As you can see, I'm back on my old spot. That means my holiday is over, but I had a wonderful week. Thank you for your kind comments. It has been a nice week because the weather is getting better. We have a lot of sun, the temperatures are getting up, and that means we see a lot more fish, but also a lot more big fish. And talking about big fish, I got two new Dutch words for you. And the first one is actually two words. They are dikke vissen. Dikke vissen. It means something like big fish or even fat fish. And it's something we say often at the fish doorbell when we suddenly see big fish swim by. We say, wow, dikke vissen. Love to hear you say this. The second word is de Domtoren. And the Domtoren is our famous cathedral tower, situated in the center of the city of Utrecht. It's a beautiful tower. It has just been restored. It's what the city is actually famous for. So remember the Domtoren. Well, keep practicing your Dutch. I'm sure it will come in handy someday, sometime. For now, it's time to switch on the English subtitles and we will start with the fish images. Nou, voordat we daarmee starten heb ik nog één leuke mededeling. Want 25 mei is het Wereldvismigratiedag, World Fish Migration Day. En het is een bijzondere dag waarover de hele wereld allerlei events gaan plaatsvinden die te maken hebben met vis en vismigratie. Ook wij organiseren een event op 25 mei. En dat zal een live visdeurbeljournaal worden. En jij kan erbij zijn. Of op locatie, bij de Weertsluis in Utrecht, of online. 25 mei tussen 2 en 3 in de middag hebben we een livestream en gaan we live een visdeurbeljournaal uitzenden. We gaan samen de sluis openen. Barry de Baars is aanwezig. Ik hoor graag jullie vragen waar we direct op ingaan. En ik heb een paar leuke mensen die jullie kunnen ontmoeten. Dus schrijf me alvast in de agenda 25 mei tussen 2 en 3. Wil je meer weten over de Wereldvismigratiedag? Kijk dan naar www.worldfishmigrationday.com. Dan is het nu echt tijd. We duiken erin. Nou, het is een heerlijke week geweest. We hebben veel zon gehad en de temperaturen gaan lekker omhoog. En dat zie je gelijk terug, want we zien meer vissen. Die vismigratie komt weer op gang na een periode van kou. We zien vooral ook grote vissen. Ik las wel dat er een hoop mensen zijn die nog geen vissen hadden gezien. En dat is jammer en ik hoop dat deze week voor jullie beter is geweest. En anders komende week wel, want de temperaturen lopen alleen maar op. Nou, wat hebben we gezien? Allereerst zagen we heel veel snoeken. Eindelijk weer. Wat een imposante vissen. Kijk eens naar die enorme bek die hier het beeld in zwemt. Het zijn echt een soort duikboten die zo heel rustig en statig het beeld doorzweven. Nou, die bekken, die tanden, die grote ogen laten echt zien dat het een roofdier is. En die vlekken op de zijkant van de huid vind ik ronduit prachtig. Af en toe zien we ook een mannetje. Die zijn aanzienlijk kleiner, zoals deze hier. Maar deze week zag ik vooral veel grote dames. Nou, de meeste snoeken zijn al klaar met het leggen van hun eitjes. En toch zijn ze nog steeds in beweging. Dus ik denk dat ze nog steeds op reis zijn, ook op zoek naar nieuwe plekken. Nou, we zien deze week ook nog steeds heel veel karpers. En ik kan je vertellen, de afgelopen jaren heb ik echt maar een paar karpers voorbij zien komen op de visdeurbel. Dus ik vind het echt wel bijzonder dat er dit jaar zoveel zijn. Prachtig om te zien. En ook dit zijn weer knoeperts van vissen. Met die dikke bekken die in beeld komen. Nou, met regelmaat zwemmen er ook baarsen voorbij. Nog steeds flink van formaat. Maar nu zie ik ook steeds meer kleine baarsjes die door het beeld zwemmen. Kleine scholen zelfs. En dat is een teken dat het langzaam, maar zeker, echt warmer begint te worden. Ja, ook de brazen blijft voorbij komen. Iets minder de grote groepen die we afgelopen weken zagen. Maar nog steeds prachtige en grote exemplaren.
En je ziet hier ook nog steeds dat ze die paaikleed hebben, die pukkeltjes op die koppen. Ik heb 2 palingen gezien. Eentje was in de nacht, maar er kwam er ook een overdag voorbij. Dat vind ik leuk om te zien. Het is interessant om ze ook eens bij daglicht te zien. Nou, verder zagen we deze week nog een aantal keer die nieuwsgierige klauwen en poten voorbij kruipen. Al met al was het een prachtige week en komende week verwacht ik er alleen nog maar meer van. Misschien heb jij het ook wel gehad, dan denk je dat er een vis in beeld komt en dan blijkt het ineens een stuk afval te zijn. Nou, ik heb de afgelopen weken wat beelden verzameld van afval wat voorbij komt. We zien plastic zakjes, papier, voedselverpakkingen, een hele hoop wat er zo voorbij komt. En dat we dit zien is niet zo gek. Want jaarlijks haalt de gemeente Utrecht 35.000 kilo aan menselijk afval uit de grachten. 35.000 kilo. Kan je het je voorstellen? Winkelkarretjes, kluizen, verkeersborden, je kan het zo gek niet bedenken. Maar vooral een hele hoop fietsen. Elk jaar 3.000 tot 4.000 fietsen worden uit de grachten van Utrecht gevist. Nou is een enkele fiets in de gracht van Utrecht niet zo ramp. Sterker nog, die fietsen die raken begroeid met zoetwatersponsen en met mosseltjes. Eigenlijk is het een soort fietsrif. Maar 3.000 tot 4.000 fietsen is iets te veel van het goede. Want die fietsen moeten verwijderd worden voor de veiligheid, zodat mensen kunnen varen en soms zelfs een duik kunnen nemen. En met het verwijderen van elke fiets wordt de bodem omgewoeld en ontstaat er een troebele bende. Nu haalt de gemeente Utrecht heel veel vuil uit het water, maar dit is vooral het grote vuil. De plastic zakjes, papier, voedselverpakkingen, die zakken al heel snel dieper het water in en die stromen zo mee de Vecht in. En dat is wat we op de Visdeurbel voorbij zien komen. Nou, wie is er nou zo gek om afval in het water te gooien? Bijna niemand, kan ik je zeggen. Want het meeste afval wordt niet in het water gegooid, maar komt vanaf het land. Voedselverpakkingen die mensen laten slingeren, een lekker dagje in het park, maar vergeten je rotzooi op te ruimen, of uitpuilende prullenbakken, daar ligt het probleem. Want dan gaat het waaien. En al het afval waait rond en vindt langzaam de diepste plek in de stad. Precies, dat is het water. Dus het komt vanzelf in het water terecht vanaf de kade. En zo zijn steden helaas verantwoordelijk voor een groot deel van de plastic vervuiling in onze rivieren. Het is dus echt belangrijk dat we met elkaar de straten schoonhouden en daarmee het water schoonhouden. En misschien zelfs af en toe bereid zijn om de zooi van een ander op te ruimen. Want zo werken we samen aan schoon water en gezond water dat bruist van leven. En dan is het tijd voor de visvoorspelling van komende week. Nou, morgen en overmorgen lopen de temperaturen verder op. Het wordt 24 tot 26 graden. Heerlijk zomerswarm. Daarna lopen de temperaturen weer iets af. Maandag 24 en de rest van de week zo rond de 20 graden. Het blijft daarmee gewoon prettig warm. En ik verwacht eigenlijk de hele week veel vissen te zien. Nou, wanneer gaan we kijken? Zoals altijd, vooral in de ochtend. De zon gaat op om ongeveer 6 uur. Dus dat betekent dat tussen 6 en 8, misschien ook nog wel 9, de meeste vissen te zien vallen. De watertemperatuur is nu al zo rond de 13 graden en dat maakt dat het echt lekker warm wordt voor die vissen. En daarmee verwacht ik een hoop activiteit te zien. Nou, dit was het Visdeurbeljournaal voor deze week. Volgende week zijn we terug met hopelijk weer een hele hoop gave beelden na een lekkere warme week. Vergeet niet, 25 mei is er dus een live event, een live Visdeurbeljournaal tussen 2 en 3 in de middag. Schrijf hem alvast op in je agenda. Mocht je nou nog vragen hebben over vissen, het Visdeurbeljournaal, andere leuke visgerelateerde vragen, stel ze vooral in de comments. Ik vind het leuk om daarop in te gaan en de weekvraag daarmee te beantwoorden. Thank you so much for watching again. I hope you enjoyed the Visdeurbel news report. Next week we'll be back, I'm sure, with great new videos because it will be a warm and lovely spring week. See you next week. Bye.